Ik vond dat haar lijden echt verschrikkelijk was. En ik wist dat haar lijden nog lang zou kunnen duren. Maar als jij vroeg van hoe zou je het vinden als ik jou help om te sterven? Dan keek ze mij verwilderd aan. Dood, nee, dat weet ik geloof ik nog niet. En dan zag ik aan haar blik dat ze geen greep meer erop had. Ik heb toen voorgesteld om haar een verdovend middel te geven, een slaapmiddel te geven. Het is prettig, op z'n allerzachtst gezegd, om die bevestiging te krijgen. Doe het maar, doe het nu maar. En die bevestiging kon ik niet krijgen, dus zonder die bevestiging moest ik die stap nemen. En dat was heftig. Maar toch het beste. Hoe is het om als arts verdacht te worden van moord? Ja, het is iets bizars. Je zit daar op het strafbankje, dat is iets ongelooflijks. En dat heeft een ontzettende impact. Dat is de eerste keer dat ik me realiseerde dat zelfs moord een optie was voor de rechtbank. Dan komt het beeld voor je van een gevangeniscel. Zegt, het heeft zo'n ongelofelijke impact op een mens. Dit is verpleeghuis Maria Hoeve van zorginstelling Florence in Den Haag. Wat hier op 22 april 2016 op de derde verdieping gebeurt, zal tot grote maatschappelijke commotie gaan leiden als er details naar buiten komen. 'S Morgens wilde ze dood en 's middags vond ze het weer te vroeg. Als iemand het leven van een ander tegen zijn of haar wil beëindigt, is er sprake van moord. Heimelijk gedrogeerd. Ook demente patiënten houden het recht om alsnog euthanasie te weigeren. Je moet zo'n vrouw stiekem doodmaken. Laat elkaar geen mietje noemen. In deze kamer vindt de euthanasie plaats. De dood van de 74-jarige demente vrouw krijgt een uniek gevolg. Zowel de tuchtrechter als de strafrechter zullen zich buigen over de levensbeëindiging op de wilsonbekwame patiënten. Ik heb dit nooit verwacht. Nooit. Ik was ervoor overtuigd dat ik binnen de grenzen van de wet werkte. En dat mensen later zeggen van ja, je had het kunnen weten. En je hebt het misschien wel uitgedaagd. Dat is niet zo. De demente vrouw komt 7 weken voor haar overlijden terecht in het verpleeghuis. Want thuis, bij haar man, gaat het niet langer. Toevallig is er een kamer vrij op de afdeling van dokter Arends. Een arts die na een carrière van ruim 40 jaar net voor haar pensioen zit. Ze was kleuterleidster geweest. En ze was adjunctdirectrice van een basisschool geworden. Ze was heel levendig. Ze was heel lichamelijk heel gezond. En toen ik haar leerde kennen in het verpleeghuis, was ze heel ver in haar dementie. Op de dag van de opname in het verpleeghuis heeft de arts een eerste gesprek met de echtgenoot en dochter van de vrouw. Hebben jullie nagedacht over hoe het in de toekomst moet? En hoe doen we dat als ze heel erg ziek wordt? Is er dan een opname in het ziekenhuis nog gewenst? En in het kader van die vragen die ik begon te stellen, kwam de echtgenoot en de dochter ermee. Ja, ze had eigenlijk nooit opgenomen willen worden. Ze had een euthanasieverklaring. Dat wist u niet. En dat wist ik helemaal niet. De vrouw heeft veel vastgelegd. Een behandelverbod, een volmacht waarmee haar man beslissingen mag nemen over haar, en 2 wilsverklaringen voor euthanasie als ze vanwege dementie naar een verpleeghuis moet. Maar de vrouw schrijft ook dat ze pas euthanasie wil wanneer ze daar zelf de tijd voor rijp acht en wanneer ik nog enigszins wilsbekwaam ben. Ging er toen een belletje af bij u dat u dacht, oeps, dat wordt lastig? Toen dacht ik van ja, dat is dus een voorbij station. Aan de andere kant dacht ik ook, je maakt een wilsverklaring om in de plaats te komen van jouw wilsbekwame verzoek. Dus ja, ik zie daar gewoon een verklaring van iemand die niet zo goed juridisch onderlegd is. En ja, waar bepaalde dingen niet helemaal in kloppen. En dat is iets wat ik moet gaan onderzoeken. U dacht niet meteen, nou, dat wordt ingewikkeld. Dat doe ik niet. Nee, want er waren een aantal dingen in die wel heel duidelijk zijn. Ik wil beslist niet geplaatst worden in een instelling voor demente bejaarden. Dat is een statement. Dat is een heel sterke uitdrukking. Dus de volgende dag ben ik naar haar toegestapt en ben ik begonnen met me te oriënteren. Ze was heel verward.
Ze bukte met haar vuisten op de muren en op de deuren en op de ramen. Het was altijd droevig, verdrietig, opstandig, onrustig. Ze zei gemiddeld 20 keer per dag dat ze dood wilde. Maar als jij vroeg van hoe zou je het vinden als ik jou help om te sterven, dan keek ze mij verwilderd aan en dan zei ze ja, dat gaat wel ver. En dan zag ik aan haar blik dat ze geen greep meer erop had. Hoe vaak heeft u zelf deze patiënt gevraagd, wilt u dood? 3 keer. En wat was 3 keer haar antwoord? Het was 1 keer, dat gaat geloof ik te ver. Dood nee, dat weet ik geloof ik nog niet. Zoiets. Maar geen enkele keer op die 3 vragen, ja, ik wil dood? Nee. Dat hoort bij de expertise van een arts, om te kunnen beoordelen wat iemand zegt en hoe die het zegt. En daaruit te concluderen hoe iemand zijn hersenen nog functioneren. En ik heb uit die gesprekken geconcludeerd dat zij geen goed beeld op zich kon vormen meer van haar toekomst. Zelfs niet meer van haar heden. En dat ze daarom niet wilsbekwaam geacht kon worden voor dit verzoek. Volgens de arts is de vrouw niet alleen wilsonbekwaam, ze lijdt ook ondraaglijk. Daarom vindt ze de geschreven wilsverklaringen voldoende voor euthanasie. Maar ze twijfelt nog. Artsenorganisatie KNMG schrijft namelijk voor dat een demente patiënt op het laatst zelf nog de wil om te sterven moet bevestigen, in woord of gebaar. Ook al heeft hij dat een keer opgeschreven, dan nog zul je dat als het zover is willen weten of de patiënt dat nog steeds achterstaat. Daarom willen we eigenlijk graag dat die communicatie er nog is. Maar toevallig is 2 maanden voordat dokter Arends bezig is met het overwegen van de euthanasie deze handreiking verschenen over de waarde van het schriftelijk euthanasieverzoek. Een initiatief van voormalig minister Schippers van Volksgezondheid. Bedoeld om artsen meer duidelijkheid te bieden. Dit gaf de doorslag. Ja. Een schriftelijk euthanasieverzoek is belangrijk als de patiënt zo ernstig ziek zou worden dat hij zelf niet meer in staat is om zijn euthanasieverzoek met u te bespreken. In die gevallen mag een arts gehoor geven aan het euthanasieverzoek. Ook als een patiënt het niet meer duidelijk kan maken in woord of gebaar. En dit laatste is essentieel. Was dat er niet geweest? Wat was er dan gebeurd? Had ik niet gedaan. Ze legt haar besluit voor aan het zorgbehandelteam en haar leidinggevende. Ook bespreekt ze de euthanasie met de familie en de oorspronkelijke huisarts. En er komt groen licht van de wettelijk verplichte second opinion arts, een zogeheten scanarts. Ze raadpleegde zelfs 2. Was er iemand die tegen u zei, niet doen? Helemaal niemand. Niemand die zei, dit klopt niet? Dit was unaniem. Dus de keuze bestond tussen een gemiddelde opnameduur van 7 jaar, 7 jaar lijden, of op grond van haar kernboodschap in haar wilsverklaring haar de euthanasie geven die ze verlangd had. En dan is het vrijdagochtend 22 april 2016. De euthanasie van de diepdemente 74-jarige vrouw gaat hier in haar eigen kamer plaatsvinden. Aanwezig is haar echtgenoot, met wie ze al ruim 50 jaar samen is. Ook zijn haar dochter en schoonzoon erbij. Heeft u toen die ochtend nog aan de mevrouw gevraagd, mevrouw, vandaag ga ik uw leven beëindigen? Vindt u dat goed? Ik heb die vraag niet gesteld. Want ik wist dat dat niet tot een redelijk, tot een begrijpelijk antwoord zou leiden. Of een antwoord waar ik enige richting van kon verwachten. En ik wist dat ze in paniek zou raken. Ik heb met de familie besproken hoe we de euthanasie zouden kunnen uitvoeren. Ik heb uitgelegd dat er een infuus gegeven moest worden. En dat er daarna een injectie gegeven moest worden. En dat een infuus geven best wel pijnlijk kan zijn. Als je niet begrijpt wat voor pijnlijke behandeling jij krijgt, en niet begrijpt wat het doel daarvan is en de zin daarvan is, dan trek je terug. En dan zeg je, dat wil ik niet. En dan moet je gaan vechten met iemand. En dat is toch niet de bedoeling van een euthanasie. Ik heb toen voorgesteld om haar een verdovend middel te geven, een slaapmiddel te geven. We hebben afgesproken dat we een kopje koffie zouden brengen met een gemarkeerd kopje en dat dat kopje het verdovende middel zou bevatten. U weet, heel veel artsen hebben op dat punt gezegd, dit is stiekem een euthanasie van een demente. Ja. Dat kan absoluut niet. Ja. Het is het verdekte toegeven van medicatie, noemen wij het in het verpleeghuis. En dat mag. Met toestemming
van de wettig vertegenwoordiger. En dat is wat ik heb gedaan. Dat is haar echtgenoot, plaatsvervangend haar dochter. En beide hebben volmondig toestemming gegeven. Want die had ook een volmacht. Ja. De hele zaak is natuurlijk de koffie-euthanasie gaan heten. Ja. Keek u daarvan op dat dat eruit werd gelicht door heel veel collega's van u? Ja, toch wel. Ik vond dat ik dit heel goed beredeneerd gedaan had. En ik begreep niet dat hier iemand over kon vallen. Als de vrouw eenmaal slaapt, wordt het infuus geplaatst waarmee de euthanasiemiddelen zullen worden ingespoten. Bij de eerste injectie gebeurt er iets wat niemand verwacht. Ze reageerde daarna door haar ogen te openen en een klein beetje zich op te richten. Ze werd wakker? Nee, ze werd niet wakker, maar het leek daar een klein beetje op. En ze trok haar handen een klein beetje onder zich om haar bovenlichaam een beetje op te richten. En zei ze iets? Ze zei niets. En ik heb toen even over nagedacht wat dit betekende. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat het een reflex was. En dat ik er geen betekenis aan mocht hechten. En aangezien ze verder geen initiatief nam om iets te zeggen of om contact te zoeken met iemand, heeft haar schoonzoon haar voorzichtig bij de bovenarmen genomen en haar voorzichtig teruggeleid naar het kussen. Geduwd. Dat is te veel gezegd. Hoe is het voor een arts om een wilsonbekwame, weerloze, demente persoon dood te maken? Waanzinnig moeilijk. Want? Het is prettig, op zijn allerzachtst gezegd, om die bevestiging te krijgen. Doe het maar, doe het nu maar. En die bevestiging kon ik niet krijgen. Dus zonder die bevestiging moest ik die stap nemen. En dat was heftig. Maar toch het beste. Elke euthanasie moet worden gemeld aan een toetsingscommissie euthanasie. Die beoordeelt of alles volgens de wet en verschillende zorgvuldigheidseisen is verlopen. Dacht u, dat zal misschien wel gaan leiden tot vragen? Heb ik niet gedacht. De toetsingscommissie oordeelt een half jaar later spijkerhard. De arts heeft niet gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen. Er is een grens overschreden, want er was sprake van heimelijke toediening van dodelijke middelen. De arts had de levensbeëindiging moeten staken. Ik vind dat er echt fouten in staan. En ik vind echt dat de commissie nodeloos woorden in de mond heeft genomen, in de pen genomen, die ze moeilijk kunnen verantwoorden. Zoals het heimelijk toedienen van geneesmiddelen en een grens overschreden. Ik heb het gevoel dat ze de objectiviteit niet helemaal in acht hebben genomen. Als de details van de euthanasie bekend worden, ontstaat er een storm van verontwaardiging. Ruim 200 artsen plaatsen deze advertentie, waarin ze onder meer stellen: onze morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen is te groot. De patiënt is heimelijk gedrogeerd en tijdens de uitvoering heeft ze zelf duidelijke tekenen van weerstand gegeven. Ze kwam overeind en ze is met geweld in het bed teruggedrukt. Alsof ze in de kamer aanwezig waren geweest, zelf, en het met eigen ogen hadden gezien. Maar ze hebben het gezien door de bril van de toetsingscommissie. En die bril was gekleurd. Dat klopte niet op alle fronten. Maar het heeft voor mij wel heel veel consequenties gehad. Want dan besluiten zowel de inspectie gezondheidszorg als het Openbaar Ministerie om de arts voor de rechter te gaan brengen. De tuchtrechter berispt de arts. Een jaar later begint de rechtszaak, waarin de officier van justitie zegt dat er sprake is van moord. Verschillende keren gaf ze aan dat ze dood wilde. Andere keren zei ze dat nu nog niet wilde. Verder zag de arts geen reden om de patiënten nog te vragen naar haar doodswens. Terwijl die patiënten wel nog kon communiceren. Levensbeëindiging zonder geldig verzoek komt feitelijk neer op levensberoving. Wat het Openbaar Ministerie betreft, daar is denk ik toch een nieuwe wind gaan waaien. Ja, ik ben gewoon het speeltje geweest. Van we gaan nu eens even lekker knokken en we gaan kijken hoe dat met de euthanasiewet kan. We gaan kijken of we dat stuk euthanasiewet voor wilsonbekwame mensen kunnen indammen. Of dat toch op deze manier moet.
En dan is het september vorig jaar. De dag waarop de rechtbank in Den Haag haar oordeel zal vellen. Ik herinner me dat ik met mijn iPad in mijn handen zat om de livestream te volgen. En ik steeds harder in die iPad kneep. Dat werd steeds spannender. Ja. Want de rechter heeft van het begin tot het einde alle aanklachten afgevinkt. Dit was goed, dat was goed, dat was goed. En ik zat te denken van wanneer komt nou het rode vinkje? En dat kwam niet. Dus het was een enorme opluchting natuurlijk. Ontslag van rechtsvervolging. Ja, precies. De rechter geeft ook antwoord op de vraag of de arts de actuele stervenswens van de wilsonbekwame vrouw nog had moeten bespreken kort voor de euthanasie. Wij zijn van oordeel dat, gegeven de diep demente toestand van de patiënten waarin zij zich inmiddels bevond, de arts dat niet hoefde te doen. Het betekent dat je naam gezuiverd is. En, zo en dat was het mooiste wat er kon zijn. Maar zo ervoer je dat ook? En zo heb ik het ook ervaren, ja. Ja. Ik vond dat als je als arts met de hoofdopdracht om lijden te lenigen, deze uitweg als enige uitweg mocht benutten. En ik vond het als arts wel gemakkelijk om te zeggen van, nou, doe dat dan maar niet. Had u veel ellende bespaard? Dat was voor mij makkelijk geweest, ja. Dat was voor mij een stuk minder problematisch geweest. Maar er had wel één probleem op de loer gelegen. Ik was niet trots op mezelf geweest. Zegt u daarmee, dit zou ik weer precies zo doen? Ja. Geen twijfel? Geen twijfel.